Hallo, ik ben Desiree Stokkel. Het is 5 augustus 2018. Tesla, Elon Musk, start geen gigafabriek in Nederland, doordat Nederland te veel een dictatuur is. Er is geen uitzicht op het einde van de dictatuur. De elite van Nederland weet dat de hele wereld Holland ziet als officiële dictatuur vanaf 2 juni 2014. Koning Willem-Alexander weigert te handelen in het belang van het volk. Hij weigert ervoor te zorgen dat alle burgers toegang hebben tot de rechtspraak en rechtszaken en betrouwbare gerechtelijke uitspraken. De koning ondertekent onze wetten en verdragen. De koning heeft de plicht om aan het volk uit te leggen dat er een internationaal strafhofrechtszaak is tegen Nederland vanaf mei 2017, veroorzaakt door corruptie tussen het parlement, het koningshuis en de rechtspraak. Mensen worden rechtenloos gemaakt, dossiers van rechtszaken worden weggegooid, burgers worden stiekem ziek gemaakt, gefolterd en ook binnen het zorgsysteem hebben ze geen enkel recht. Bij de politie word je standaard afgebroken. De politie heeft als uitgangspunt: we beginnen eerst iemand te folteren en daarna zien we wel wat er overblijft. Dan hoeven wij zelf als politie niet juridisch correct te werken. Defensie, nou ja, waarvoor hebben wij een defensie? Hè? Daar zit geen enkele intelligentie in. De advocatuur is niks en het onderwijs valt uit elkaar. Ik ben in 2014 een nieuwe grondwet gaan schrijven voor Nederland. Die heb ik ingeleverd bij de ambassades. Omdat Ban Ki-moon al die tijd nog VN-secretaris-generaal was er geen andere mogelijkheid voor mij dan afwachten tot op de dag dat Ban Ki-moon het systeem verlaat en er een nieuwe VN-secretaris-generaal komt. En die is er gekomen eind 2016, begin 2017. Antonio Guterres. Op 18 november 2016 heb ik geëist bij de VN dat Nederland wordt erkend als republiek. Binnen de ambassadelobby ben ik de minister-president voor Nederland vanaf 18 november 2016 en is het wachten op het boerenverstand van dictator Mark Rutte en de koninklijke familie. Zij zijn verplicht om mij het arbeidscontract minister-president te geven en ze zijn ook verplicht om voor het volk nieuwe verkiezingen uit te schrijven, verankerd in de Grondwet Republiek Nederland. Ze zijn dus verplicht om de rechtsstaat te herstellen, ook als ze daar geen zin in hebben. Die machtsstrijd is gaande binnen de ambassadelobby. Dus dat betekent dat het bedrijfsleven van Nederland 1. voor de lol Nederland heeft omgetoverd in een dictatuur vanaf mei 2007. 2. voor de lol de koninklijke familie assisteert bij het folteren en vermoorden van burgers vanaf juni 2014. 3. weigert de republiek te erkennen voor behoud van de rechtsstaat Nederland, voor herstel van de rechtsstaat Nederland. En dus ook weigert het bedrijfsleven een betrouwbaar contractenklimaat te geven. En dat alles vanaf 18 november 2016. De elite lobby van Nederland denkt dat ze leuk is. Door criminele burgemeesters aan de macht te houden, door criminele rechters, openbaar ministerie aan de macht te houden. Er vindt momenteel een stoelendans plaats. Namelijk dat de personen tegen wie een ICC-rechtszaak is gestart, moeten ergens elders op de wereld een beetje leuk nieuw arbeidscontract kunnen krijgen. Dus de dictatuur wordt draaiende gehouden totdat alle personen tegen wie een internationaal strafhofrechtszaak is gestart de vrijheid hebben om als dictator elders op aarde verder te gaan. En dat is internationaal bekend. Dat is waardoor Brexit zo'n hel is.
De Nederlandse ondernemer presenteert zich als een debiel. Presenteert zich als iemand die niet intelligent genoeg is om te eisen dat rechters, politie, defensie juridisch correct werken. Want laten we even eerlijk zijn, Amerika is agressief, maar het volk kan wel rechtszaken starten tegen een minister-president. En kan veranderingen afdwingen bij de rechtbanken, die dan ten nadele zijn van het parlement, van de president of van de politie. In Nederland kan dat niet. In Nederland hebben wij machthebbers die er trots op zijn dat ze elkaar als elite-moordenaar aan de macht kunnen houden en ervoor kunnen zorgen dat ze niet in de gevangenis terechtkomen. En dat vinden zij dan een teken van beschaving. Wat het volk daarvan vindt, interesseert ze niet. En dat is nu precies waardoor buitenlandse investeerders in Nederland afhaken. Is er een kans dat Tesla gigafabriek in Nederland komt? Kan dat zijn? Ja, maar alleen in Republiek Nederland. Omdat dan de hele kwaadaardige lobby, zowel in Nederland binnen de ambassades als binnen de EU, is verwijderd. Omdat dan de algemene teneur in Europa ongeveer gelijkgeschaald is met de algemene teneur in Amerika. Wat gaat er nu gebeuren? Nou, Elon Musk kent mij al een poosje. Hij heeft vorige maand van mij een officiële brief gekregen, toegestuurd gekregen via de VN, waarin ik zeg dat Nederland een dictatuur is en dat ook de VN niet op korte termijn bereid is Nederland te dwingen zichzelf te herstellen tot rechtsstaat. De VN maakt er ook een spelletje van. En bovendien vindt de VN dat het Nederlandse volk zelf verantwoordelijk is. Kijk, zolang buitenlandse investeerders er baat bij hebben dat het Nederlandse volk op zwak begaafd denkniveau functioneert, zullen die buitenlandse investeerders dictatuur Nederland draaiende houden. Wat je dus nu ziet, is dat bijvoorbeeld iemand als Tesla naar Duitsland uitwijkt. Ondanks dat er tegen Angela Merkel ook een internationaal strafhof rechtszaak ligt. Ondanks dat er tegen Macron uit Frankrijk en Barnier, de Franse Brexit-onderhandelaar, een ICC-rechtszaak ligt. En dat komt door het feit dat Duitsland een republiek is. Dat is één lobbylaag minder. In Nederland moet je lobbyen via de koning, die dus niet deugt. Via het bedrijfsleven, dat is ingestort. Via de rechtspraak, die we helemaal niet meer hebben. En dan ook nog via de politie en dergelijke, die liever oorlogsmisdadigertje speelt, dan dat ze de rechtsstaat herstelt. Nederland heeft te veel lobbyniveaus. Duitsland en Frankrijk hebben minder lobbyniveaus. Dus dat is dan de reden dat een bedrijf als Tesla op de grens gaat zitten in de Benelux. Ga naar mijn website als je het een en ander wilt lezen. Je kan ook naar mijn MQI website. Dat is mijn anticorruptie website. Anticorruptie in Italiaans-Chinese stijl. En daar staat ook iets op over MQI. Dat is de robot, de artificial intelligence, die wel de evolutie van technologie combineert met de evolutie van EQ. En dat is wat je zal zien in Elon en mij de komende tijd. Een balans, een herstel van balans tussen evolutie van zijn technologiekennis en mijn EQ-kennis. Want laten we even wel zijn, mensen. Ik ben de enige die dit land kan redden van de dictatuur. Nou, daarvoor heb je heel wat EQ nodig. Het is bijna 10 minuten, ik stop. Elon Musk weet dat ik deze video maak. Natuurlijk weet hij dat. Dag.